Tekening krijg, ik krijg daar van de tranen in mogen. De mensen hier in de zaal blijkbaar ook, want er is nul reactie, merk ik alweer. Ze zijn doodstil. Iedereen denkt, wat is Dino weer aan het doen? Ik vind dat nou heerlijk. Ik ook. Ja, vind ik helemaal goed. Lees eens iets uit mijn boek voor. Ja, zou jij een heel klein stukje willen voorlezen? Nee, we hebben het. Ik weet dat je bij de presentatie... Die presentatie trouwens was op de 50-plus beurs. Ja, sorry, dat klinkt als een totale misplaatste affaire. Ik vind van niet, hoor. Daar lopen dus mensen rond waarvan de meeste kleinkinderen hebben. Nou, daar is een ontzettend leuk boek voor. Die kinderen komen logeren. Wat moet je daarmee? Voorlezen. Ja, en op het moment dat je iets wilde gaan voorlezen... We hebben het gezien, kwam er opeens een politiekapel binnen. Dat is er was dus een heel leuk hondje. Da, 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 da. Heel vrolijk muziek, heel dat lang, wel. Ja, en erg hard. Lang nummer. Ja, hard, heel lang. En, maar zou je toch een paar regels willen doen? Je wou het eigenlijk niet, zei je van tevoren. Nee, doe jij het maar. Ik vond dat jij zo mooi voorlas. Nee, maar je wou nu zelf iets voorlezen. Doe het. Vindt u niet dat Ivo ons... Ja, Ivo... Nee, ik vind dat jij het mooi. Of kan het niet zonder bril? Jawel, toch? Ik ken het uit mijn hoofd. Nou ja, daarom. Dus dat is geen punt. We zoomen langzaam in en houden het heel mooi. Niet te ver, hè? Dit, ik zeg nu even tegen jouw publiek, dames en heren, is het verhaal van Ram Bamboeli. En ik wil u nu wel even zeggen, dat staat niet in het boek. Uw kinderen weten, uw kleinkinderen, na één keer dat woord gehoord te hebben, Ram Bamboeli. Dat vinden ze het mooiste woord wat er is. Ze gebruiken het passend op. Goed, dit is het verhaal van Ram Bamboeli. Een heel leuk klein hondje waar iedereen dol op was. Want hij was niet alleen leuk en klein, maar hij blafte ook zo grappig. En hoe blafte hij dan? Ja, daar komt hij. Goed. Ach, dit komt in allerlei... Ja, dit... Oké. Okay. Ik zie het al helemaal voor me. Dat is helemaal de bedoeling niet. Nee, ja, van jou wel. Ja. En zoals hij... Blafte geen ander hondje. Nou, nog één blafte. Iedere morgen wandelde hij met een mevrouwtje in het park. En iedere morgen vroegen de mensen die ze tegenkwamen... Blaf, Ram Bamboeli, blaf. Er komt blafte hij dan vrolijk. Mijn kleinkinderen vinden het enig, hoor. En de mensen lachten en zeiden... Oh, wat een leuk hondje. Ik moet echt even verder, want anders snap je er niks van. Nee, okay. Ik ben de draad al helemaal kwijt. Helemaal niet, want het is een heel spannend verhaal, Ivo. Maar toen kwam die rare dag. Niemand wist dat het een rare dag zou worden. Dus riepen de mensen, zoals ze altijd deden... komt hij weer. Blaf, Ram Bamboeli, blaf. En Ram Bamboeli keek de mensen aan en deed zijn mondje open. En wat hoorden ze? Miauw. Dit was Ram Bamboeli aan het eind van een lange dag. Je hebt vroeger enorm veel geschreven. Hè? Columns in de Margriet, ik herinner me. Je hebt zelfs volgens mij ooit een stripverhaal met je dochter als illustratrice gemaakt. Ja, hè? Ja. Maar waarom heeft het zo lang geduurd voor je weer ging schrijven? Want ik denk, ja, die televisie had je helemaal gehad. Ik ben helemaal niet bezig om plannen te maken. Het gebeurt gewoon. Dit gebeurde. Een ongelooflijke leuke uitgeverij. Een prachtige illustrator. Pang! En daar is het boek. Mooi. Ja, een programma als dit wordt steeds meer een doorgeefluik van mooie dingen die ergens te halen zijn. Hè? Ja. Hebben we dat goed gedaan of niet? Pardon? Ja? Ja, zie je, Philip heeft nog niet echt de ervaring, hè, in dit programma. Dat is het mooie van Philip. Ja. Is het de eerste keer, Philip, op televisie? Nee. Wel live en rechtstreeks. Ja, en opgenomen dus. Ja, goed. Nou, we hebben Ram Bamboeli leren kennen. Ja, er is eindeloos materiaal voor de oudejaarscompilatie. En deze band wordt in Huis het Tempo ook nooit meer gewist, volgens mij. Ik doe het niet nog een keer. Nee, hoor. Dankjewel voor jullie komst. Dankjewel. De afgelopen maanden vroegen we u om per fax of e-mail te laten weten welk televisiemoment u beschouwt als het meest komische dat u zich kunt herinneren. Mocht binnenland zijn, mocht buitenland zijn, waar ook vandaan. Zo wilden we komen tot een televisiehumor top 100 aller tijden. We deden dat, was niet echt origineel, in navolging van de BBC, die vorig jaar ook via internet op zoek ging naar het meest humoristische televisiefragment uit de historie. Vanaf vandaag ziet u bij ons de uitslag. In de loop van dit seizoen werken we van nummer 100 naar nummer 1.
In die top 100 komen we bijvoorbeeld Zadelpijn tegen van Harmon Season. Misschien kent u het nog, maar ook Cote & Bee en Tineke Schout. En op 97 komen we voor het eerst en niet voor het laatst John Cleese tegen. Met een door velen getipte scène uit Hotel op Stelten. En een van die Cleese-fans is hier, Henk Teer. Henk, wat maakt Cleese nou zo verschrikkelijk goed? Nou, Cleese, al eigenlijk vanaf zijn Monty Python-tijd, dat hij als ambtenaar van het ministerie van rare loopjes heeft hij me aandacht gepakt door zijn motoriek, door zijn mimiek, zijn expressie in zijn gezicht. De man kan de meest vreselijke dingen doen en zeggen met de typische Britse stiff upper lip. Ja, het is 100 keer herhaald, hè, het Hotel op Stelten. Het blijft altijd een succes. Ja. En het doorstaat ook de tand des tijds, hè? Ja, het is humor die eigenlijk door generaties heen gewoon hetzelfde blijft. Het is ook niet gerelateerd aan dingen die om de wereld heen gebeuren. Maar het blijft gewoon altijd hetzelfde. Het blijft gewoon leuk. Nou, vertel je dat heel serieus. Kan jij in een deuk liggen om Cleese? Of is het een glimlach? Nee, ik kan regelmatig van de bank afrollen van het lachen. Ja. Ja. Goed. Nou, we gaan nog eens even kijken waarom. Op plaats 97 in onze Humor Top 100 John Cleese met Communication Problems. Good afternoon. First they give me a room without a bath. Then there's no laboratory paper. Would you like some of us? Yes. Would you like some of us? Hello? Yeah. There's no paper in my room. Why don't you check these things? That's what you're being paid for, isn't it? Well, we don't put it in the rooms. What? Well, we keep it in the lounge. In the lounge? I'll get you some. Do you want plain ones or ones with our address on it? Address on it? How many sheets? Well, how many are you going to use? Manager! Well, just enough for one morning. Manager! Yes? Testing. I've never met such insolence in my life. I come down here to get some laboratory paper, and she starts asking me the most insulting, personal things I've ever heard in my life. I thought she wanted writing paper. I'm talking to you, Watt. What? Are you deaf? I said, I'm talking to you. I've never met such insolence in my life. She said, people use it in the lounge. Yes, she's then she starts asking me the No. Oh, please, listen. No, please. I can explain. About. No, you see, she thought you wanted to write. Wanted a fight? I'll give her a fight, all right. No. Wanted to write. What? Wanted to write on the paper. Why should I want to write on it? I'll have some sent up to your room immediately. Manuel? That doesn't work either. What were you saying? Turn it on. What? Turn it on. I can't read that. I need my glasses. Richards. I've lost them. They're the only pair I've got. I can't read a thing without them. Excuse me. Now, I had them this morning when I was buying the bath. Mrs. Richards. I had them at tea time. Mrs. Richards, your glasses are there. There? Well, don't put them in there. No. On your head. What? On your... No. I'm sorry about that, Manuel asked me to give this to you. What? Oh, thank you, Polly. Not a word to the dragon, eh? Oh, Manuel, get some blue paper, muchos, for 22. I try. Are you blind? They were on my head all the time, didn't you see? Yes. Didn't God give you eyes? Yes, but I don't use them because it wears the batteries out. Send my paper up immediately. Kan je zien hoe persoonlijk humor is? Want ik zit dan even hier in de zaal te kijken. En dan zie je een derde van de mensen ligt tegen een deuk. En twee derde denkt, ja, hier brandt water op een of andere manier. En dan nu, met name voor alle fans hier in de studio, een groot moment. Want nog even, en hij is er, Ronan Keating. Voor de kids was hij al een idool.